Show en vandaag gaan we kijken naar het vernieuwde Dolly's Kerk, was het volgens mij. Echt erg, ik weet niet eens hoe dat heet, maar volgens mij was het Dolly's Kerk. Dus daar gaan we zo meteen kijken. En als we daar een beetje hebben rondgereden, ga ik ook nog een paar van de nieuwe paardennamen bekijken, want er zijn ook nieuwe namen die je kan kiezen voor je paard. Ik ben ook wel heel erg benieuwd, ik weet er al een paar, maar nog niet allemaal. En ook van dit gebied, ik heb alleen nog maar dit gezien, dus ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Dus laten we maar snel beginnen. Ik ben er al, dus we kunnen meteen gaan kijken. En Geeta loopt mee als het goed is. Ja. Met haar mooie nieuwe paard. Ga maar. Oh ja, Dolly's Kerk had het goed. Nou, gaan we maar hier zo beginnen. Ik denk dat we gewoon eerst daarheen gaan. Je kan ook nog helemaal daarheen. Dus echt helemaal vernieuwd. Gewoon een heel nieuw. Heel nieuwe plek of zo. Alsof je het helemaal niet kent. Oh, maar dit is wel cool. Dit is dus ook kaarsen. Allemaal kaarsen. En het is meer open. Eerst was het echt zo'n gebouw met van die ramen. Dat en dan vierkant of zo. Dit is dus denk ik. Ja, dit is het kerkje. Ik weet niet of er ook nog van die grafstenen naast staan. Dat was toen wel. Kunnen we hier langs? We gaan weer gevaarlijk doen hoor. Waarschijnlijk gaat het fout zo. Nou, dat ging nog best wel goed eigenlijk. maar ik zie geen grafstenen meer daarnaast. Eerst was dat wel, waren er allemaal van die stenen. Maar het is er niet meer. Ja, dat was dat. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd waar we hierheen kunnen. Of hier is ook nog wat. Laten we hier eventjes gaan kijken. Dit is een bankje met ook een steen met kaarsen. Ziet er wel leuk uit. Het is een beetje dezelfde sfeer als die trailride, die buitenrit die je van vorige week. Hier is een hindernis, nou ja, een balk meer. Hier gewoon gras en bankjes en hier is een vuur. Het ziet er echt heel erg leuk uit. Ik vind het echt grappig. Hier kun je overheen springen dan waarschijnlijk. Even kijken waar we hierheen kunnen. En dan ga je gewoon naar het pad. Oké, en dan hier kan je naar Fort Pinta. Ik vind het wel leuk. Het heeft wel een beetje een sfeertje. Maar laten we hier overheen gaan. En dan kunnen we hem even daarheen rijden. Kijken wat er daar allemaal is. Je kan hier ook nog naar het strand. Hangen ook vooral lampjes en kaarsjes. Dit lijkt wel op een of andere gekke doorgang die dicht is gegaan of zo. Door dit. Dat zou wel cool zijn. Eerst hierheen. Hier heb je, oh, heb je nog wat ponystrand waar je dat raceje hebt. Dat is ook helemaal veranderd hier. Wow. Hier zo ook met die balkjes en een bootje is er hier zo. Die kan je volgens mij niet gebruiken. Die staat er gewoon. Nee. Ik vind het echt leuk. Het ziet er echt veel leuker uit dan hoe het er eerst uitzag. Even kijken. We zijn daar al geweest ongeveer. Een soort van. Hier zo ga je verder naar het strand. En er is een bruggetje daar. Oh, dat is ook wel leuk. Maar die wil ik zo meteen ook nog even bekijken. Het hele strand. Ik wil nu eventjes meer hier zo zoeken. Wat er allemaal is. Laten we gewoon hierin gaan. Boomwortels. En een hekje. Dit is de van Jon Jarl of zo. Ik kan het nooit goed uitspreken. En dan kan je hier nog heen. Je herkent het nog wel, maar een ander kan ook gewoon niet meer. Volgens mij heb ik nu wel een beetje overal gereden. Hier zo. Dus even kijken, want ik zag net een leuk dingetje om naar het strand te gaan. Ik wil er even heen rennen. Ik weet even niet meer waar dat was, maar daar komen we vanzelf wel achter. Oh, en dit gaat weer goed. Trouwens, ik heb mijn microfoon nog wat meer verbogen, dat hij iets verder weg is. Ik hoop dat die nu beter is. Dus zet dat eventjes in de reacties als die nu beter is. Of die nog verder weg moet, of dat die nu te ver weg staat. Of gewoon of die goed is of niet. En zoals waarschijnlijk veel van jullie ook al weten, ben ik terug van Pony Park City. En het was echt heel erg leuk. Hier ben ik nog niet geweest trouwens.
Het was echt heel erg leuk en ik heb daar ook gefilmd. Maar ik moet nog eventjes al die beelden bij elkaar zoeken en dan bij elkaar plakken en bewerken. En ik wil ook nog een waarschijnlijk een voice-over overheen doen, omdat ik daar niet echt heb gepraat. En het lijkt me wel leuk als je dan nog een beetje wat gepraat hoort. Dus dan wil ik even nog een voice-over eroverheen gooien. En dan hoop ik dat het een leuke video wordt, vast wel. Ik heb best wel veel filmpjes van wat ik daar heb gedaan en gewoon stukjes van de show. En dat soort dingen. Ik heb ook nog een stukje gefilmd toen ik zelf aan het rijden was. Dat vond ik ook wel leuk. Het is alleen een beetje heel erg wiebelig beeld, maar oké. En ik kan die plek niet meer vinden wat ik dacht. Misschien daar. Misschien daar. Even hier kijken. Dus die video komt er zeker ook aan. Ik weet alleen nog niet wanneer, want ik moet het nog helemaal gaan bewerken. Maar hier zijn we op het strand. Daar is gewoon naar Fort Pinta volgens mij, dus dan kunnen we gewoon eventjes hier overheen rijden. Ik vind het er echt heel leuk uitzien. Het is gewoon heel anders, maar toch weer hetzelfde. Ja, dat. Vooral dit stukje vind ik heel erg leuk. En dan hier met die stenen. Oh. En een heel klein mini bruggetje hier zo. Oh. Ah, en hier is dan die ponyrace. Ik heb geen pony bij me, dus die kunnen we nu niet doen. Oh kijk, deze pony heeft andere manen. En die doet gek met zijn hoef. Zo'n kunstje, dat is zo'n voetje. Ja, dat is leuk. Dat moeten alle paarden kunnen, dat vind ik leuk. Gewoon vrijheidsdressuur. Hier nog een halve boom. En wat riet. Het ziet er echt heel leuk uit. Ja, ik vind het geslaagd. Ik vind het leuk. Ik denk dat ik nu op zich wel overal heb gereden. Dat is altijd een beetje zo'n dingetje. Als er dan zo'n nieuw gebied is, dan weet je gewoon even niet meer de weg helemaal. En dan is gewoon kijken, heb ik nou alles gezien? Het is ook nou niet echt een plek waar je snel heen zou gaan. En dat het nu helemaal mooi is en vernieuwd, vind ik wel leuk. Maar dit is het, denk ik. Volgens mij heb ik alles wel een beetje gezien. Ik denk het wel. Nou, dan wil ik nog heel eventjes naar de... Ik ga nog even naar de, hoe heet dat? Silver Glade stallen. Daar is ook de stal daar zo waar de paarden te koop staan is veranderd. Daar wil ik ook eventjes gaan kijken. En dan kan ik meteen de nieuwe paardennamen gaan bekijken. Daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Even kijken waar dat staat. Ik ben altijd zo slecht in dat zoeken, hè. En al die plekken. Ben ik zo slecht lang bezig om de goede plek te vinden. Je ziet het al meteen. Het is wel echt heel anders. Hier is ook het winkeltje hier weg. En er was hier ook zo'n poort. Die is ook weg. Oh, de winkeltje staat daar. Volgens mij is dit ook... niet dat het daar nog wat is veranderd. Volgens mij is dit. En ik vind het leuk. Het ziet er veel leuker uit. En natuurlijk allemaal lege stallen. Dus waarschijnlijk komen er snel nieuwe paarden aan. Ik hoop ook dat het bijna Double Star Coins weekend is, want ik heb een idee voor een video, maar daarvoor heb ik Double Star Coins weekend nodig. Ja. Maar ja, deze stallen dus, en er staan gewoon dezelfde paarden in die er altijd in hebben gestaan. Dus dat het daar is niks aan veranderd. Maar dan wil ik eventjes gewoon bij het paard of zo de nieuwe namen gaan bekijken. Oh, en er staat al bovenaan. Hier zit die ook al bovenaan. Nou, dan eventjes kijken wat er allemaal nieuw is. Waar staat die nou? Oh ja. Arctic is nieuw, even kijken. Bolt. Bubble. Butter. Was Butter ook al? Of Butter? Butter, Butter. Ik heb geen idee of die er al stond. Volgens mij niet. Anders heb ik hem nooit gezien. Chaos. Chocolate. Chunky. Cinder. Koffie. Even kijken hoor. Crystal, was die er ook al? Geen idee. Cute is volgens mij ook nieuw.
Disco. Dusty. Was Dusty er al? Ik ben echt aan twijfelen of die namen er al waren of niet, maar volgens mij niet. Extra. Fancy. Fern. Flutter. Galaxy. Ginger, was die er? Ik heb geen idee. Glory volgens mij wel al. Great. Grim. Of Grim, ja. Ik probeer het een beetje op zijn Engels uit te spreken, maar... probeer ik. Hey, Heavy. Holly volgens mij ook. Holly, Holly. Iron. Iron. Was Iron er al? Ik ben echt aan het twijfelen nu. Volgens mij niet. Jelly. Lady. Twijfel ik ook aan. Little. Sowieso nieuw. Lost. Weet ik niet. Love. Of Love. Luna. Volgens mij wel. Miracle. Ocean. Pale. Peach. Pink. Weet ik niet zeker. Porsche. Potato is volgens mij wel nieuw. Even kijken hoor. Rose. Dat weet ik niet. Volgens mij was die er al. Maar dat weet ik niet zeker. Rune. Rune is nieuw. Saddle. Sand. Was die er? Scary Sea Shade. Shark. Space. Weet ik niet zeker. Spark of Sparkle. Sporty. Sugar. Sun. Sun was er al volgens mij. Swamp. Thorn. Tiny en Trill is ook nieuw. Tuxedo. Twilight weet ik niet. Kijk, voor mij. Oh hier. Witch. En Wolf. Of Wolf. Nee, Wolf was er al. Een wonder. Misschien wonder, weet ik niet zeker. Even kijken of die hier. Oh, deze ook nog. Anthem. Anthem. Aura. Bean. Beat. Bee. Biscuit. Blossom. Bolt. Breeze. Weet ik niet zeker. Buddy. 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 Even kijken hoor. Chunk. Weet ik niet zeker. Ik ga even zo scrollen. Oh, dat werkt niet. Comet. Crystal. Ja, dat weet ik dus niet zeker. Cup. Weet ik ook niet zeker. Dare. Desire. Destiny. Disco. Duff. Fox is ook nieuw. Free. Force volgens mij ook. Galaxy. Gift. Glimmer volgens mij ook. Harmony. Harmony. Hazel. Hazel. Horse. Even kijken. Keeper. Leaf. Lily. Mask. Master. Misschien ook. Geen idee. Monster. Ocean. Play was... Nee, oh nee, play niet. Play was er al. Potential. Weet ik niet zeker. Racer. Rambler. Rocket volgens mij ook. Scout. Shine, weet ik niet zeker. Shy. Snap. Surfer, Teal, Tea. Dan kan je Ice Tea doen. Top was volgens mij al. Velvet. Walker. Of Watcher. Weaver. Wink. En ook Witch. Volgens mij waren dat ze allemaal. Kan zijn dat ik een paar over het hoofd heb gezien. Omdat ik er één op heb opgenoemd die er al lang was. Maar ik doe het ook maar allemaal uit mijn hoofd.
Ja, volgens mij was dat het. Volgens mij stond er alleen nog dan in het nieuws wanneer de Trilwhite wegging. Dus buitenrit Spirit en Veulens, wanneer die weggingen. Dus dat is voor de rest niks nieuws. En daar staan ondertussen echt heel veel mensen omheen. Hallo mensen, jullie zitten in mijn video. Maar dat is denk ik de video alweer voor nu, want voor de rest is er niks nieuws. Dus kan ik moeilijk nog langer doorgaan. En ja, ik heb nogal van die hele saaie gekke missies, maar dat zeg ik ook elke keer verkeerde knop. Daar heb ik niet veel aan. Dat vind ik een beetje saai. Dat is ook niet zo leuk om naar te kijken. Dus dat ga ik niet doen. Maar je ziet me niet meer. Maar dan hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. Doe zeker een blauw duimpje omhoog. En ik maak de video van Pony Park City zo snel mogelijk. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!